Liters water stroomt uit de rioleringsputten aan industrieterrein Kloosterveld in Schoten. Door het slechte weer van de voorbije nacht raakten deze pompen overbelast en bleef het water staan op de terreinen. Zoals u kan zien is er vanmorgen met een hevige neerslag veel water gevallen. Waardoor dat onze loskades zijn onder water komen te staan. En dit omwille van het feit dat pompen van de gemeente Brecht, die het vuil water wegpompen, zijn uitgevallen. Omdat het industrieterrein hier lager ligt dan de riolering, moeten de pompen het afvalwater van de bedrijven wegwerken. Maar omdat die vannacht te veel water te verwerken kregen, gebeurde dat dus niet. Er zijn eigenlijk vooral problemen met sanitair. Slecht doorspoelen van het toilet, slecht weglopen van het afvalwater. Dat is eigenlijk het allermeeste. In het begin was het natuurlijk even paniek, want we dachten dat dat aan ons gebouw lag. Omdat we eigenlijk een nieuw gebouw hadden gezet, gekoppeld aan een oud gebouw. Naar het toiletten toe geeft dat wel een probleem. Want nu ook het water van de toiletten kan niet afvoeren. Dus op dit ogenblik kunnen de mensen niet naar de toiletten gaan. De brandweer legde een extra pomp in om het probleem te verhelpen. In de namiddag zou de riolering opnieuw normaal moeten werken.